is Yeshua. Zijn naam is groot. Zijn naam is groot. Laten we dit moment nemen om het aanbidden. Yeshua. We aanbidden u, Jezus. Come on, aanbid hem in uw eigen woorden. Open je mond en zeg hem hoeveel je van hem houdt. Zeg hem hoe dankbaar je bent. Jezus, ik ben dankbaar. Jezus, ik hou van u. Jezus, u bent hier. Neem uw plaats in mijn leven. Neem uw plaats in mijn leven. Neem uw plaats. Neem uw plaats. Kom maar, zeg het, spreek het uit. Place with your eyes. Your face.
So we lift you high, Yahweh. Oh, we give you all the eer, Yahweh. Your name is Yahweh, the hope of the land. Yahweh, we lift you high.
prijs hem in je eigen woorden voor het moment. Vertel hem wie hij is in je leven. Zijn naam is Yahweh. Hij is de grote Ik Ben. Hij is die was. Hij is die is en hij is die komen zal. Hij is de liefdevolle Vader. En ik zou zeggen, hef je handen op voor een moment. Sluit je ogen en zeg hem in je eigen woorden wie hij voor is.
woord van God zegt, taste and see that the Lord is good. En vanavond in deze tegenwoordigheid kun je hem letterlijk zijn tegenwoordigheid inademen. Je kunt proeven en smaken zijn goedheid. Heer, we danken u voor uw goedheid. Heer, u bent een onvolprezen Heer in ons midden. Al zouden we zingen tot 6 uur morgenochtend, Heer, u blijft een onvolprezen Heer. Heer, wat uw goedheid is met geen pen te beschrijven, Koning. U bent een totaal goede God. U bent heilig, u bent goed. En uw liefde en uw trouw zijn voor eeuwig, Koning. Daarom geven we u de glorie vanavond. Heer, we danken u voor wie u bent in ons midden. We danken u voor uw tegenwoordigheid. Dank u wel dat uw tegenwoordigheid deze plek gevuld heeft. En deze plek vult, Heer, op dit moment. Heer, en dank u wel dat wij alle mogen intappen in die tegenwoordigheid. Heer, door ons geloof in mogen tappen in uw tegenwoordigheid. Het is rijk hier vanavond, Koning. Dank u wel dat in uw tegenwoordigheid volheid van vreugde is. Dank u wel dat in uw tegenwoordigheid volheid van genezing is. Dank u wel dat in uw tegenwoordigheid volheid van voorziening is. Dank u wel dat alles wat wij nodig hebben, hier is in uw tegenwoordigheid, Koning Jezus. En ik spreek uit in uw wonderbare naam. Heer, dat de geloofstransfers plaatsvinden, nu reeds op dit moment. Heer, van jonge mensen die hun geloof intappen, Heer, in uw tegenwoordigheid. Zodat de hemel zichtbaar wordt. Heer, en levens hier op aarde deze avond. En als je dat gelooft, mag ik dan een levende amen horen vanavond. Halleluja. 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 Glorie. Glorie. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb zin om een rondje door deze zaal heen te rennen. Halleluja. Ik zal u zeggen, rennen is niet mijn beste eigenschap, maar ik heb nu zin om te rennen. Glorie. Het is heerlijk om in Gods tegenwoordigheid te zijn. God is zo goed. In het Engels zeggen ze, the half has not yet been told. En weet je, de helft is nog niet eens verteld over de goedheid van God. En ik denk, eerlijk gezegd, 1% is nog niet eens verteld over de goedheid van God. Halleluja. Woe! Halleluja. Glorie. Glorie. God wil ons uitdagen om dieper in die glorie te duiken. Hij wil dat we gloriejagers zijn. Wie heeft van de week gezien dat er stormjagers zijn? Er zijn mensen die het leuk vinden, Lord knows why, om achter een storm aan te rennen en er foto's van te maken. Maar weet je, wij zijn geroepen om gloriejagers te zijn. Om te kijken waar is de beweging van Gods geest. En daarin te duiken, erachteraan te jagen. En te zeggen, ik wil zitten in het oog van die geestelijke storm. Ik wil niet aan de sideskirt zijn. Ik wil niet aan de zijlijn staan daarvan. Ik wil midden. In het centrum zijn van wat God doet op deze aarde op dit moment. En als je zo iemand bent vanavond, mag ik dan nog 1 keer een levende amen horen. Halleluja. Halleluja. Hé, hey, dit is een goede atmosfeer hier vanavond, apostel. Halleluja. We gaan snel kijken naar Powerpack News, zodat apostel in deze atmosfeer het woord kan delen met jullie. Ik zou zeggen, open je hart, wagenwijd zometeen als het woord gedeeld wordt. God wil zaken doen vanavond. PPY News.